Daar kom ik nog op terug vandaag, maar misschien is het nu de moment om naar het programma van deze namiddag, aan te vatten. En beginnen doen we met Arnoud van de Meulenbroeke van Fisht. Je moet niet ver in de media of in de nieuwssites, kranten gaan bladeren om te weten te komen dat phishing-aanvallen steeds meer opduiken, ook op scholen. Bekende voorvallen van dit jaar waren nog het Atlas College in Genk, waar meer dan 1700 computers werden slachtoffer werden van ransomware, maar ook in het buitenland, Universiteit van Maastricht bijvoorbeeld, waren bekende voorbeelden van phishing. En dan rijst uiteraard de vraag, waarom is het nu dat die hackers hun pijlen zo graag op onderwijsinstellingen richten? En dat is een interessante vraag waarvoor ik het antwoord graag overlaat aan Arnoud van de Meulenbroeke, expert cybersecurity bij Fisht, een organisatie die bedrijven en scholen helpt bij het beschermen tegen cyberaanvallen. Arnoud, het woord is aan u. Super, dank je voor de inleiding, Jan. Dus goedemiddag iedereen. Zoals Jan al aanhaalde, ben ik Arnoud van Meulenbroeke van de firma Fisht. En ik ga jullie inderdaad vandaag meer vertellen over waarom dat hackers eigenlijk zo graag scholen targeten. Op zich is het is natuurlijk beperkt in tijd, dus ik mag niet te hard in detail gaan. Dus ik zal even kort nog een inleiding geven over Fisht. Wij zijn een scale-up vanuit Vlaanderen. En we zijn nu al een drietal jaar bezig en wij zitten eigenlijk in op de menselijke kant van cybersecurity. En dat is ook het aspect waar ik vandaag over wil vertellen, over waarom de hackers eigenlijk zo graag mensen, of wat je natuurlijk ook heel veel hebt in scholen, gaan targeten. Concreet ga ik over enkele puntjes gaan. Zoals ik zei, het is natuurlijk beperkt in tijd, maar we gaan elk puntje kort, maar toch vrij uitgebreid aankaarten. Moesten jullie vragen hebben, ik zou normaal zeggen, onderbreek mij gerust. Maar nu zou ik zeggen, typ het gerust in de chat en dan zal ik proberen te antwoorden op die vragen. Maar anders stel ik voor dat we er gewoon meteen aan beginnen. Dus het eerste puntje dat je al meteen op ziet, is gewoon nog eens kort aanhalen van wat is phishing. Want je ziet dat nu al inderdaad altijd rond sluizen in de media. Maar wat is dat nu juist? Wel, dat is eigenlijk iets heel simpel. Phishing is gewoon een manier en een van de gemakkelijkste manieren voor criminelen om aan jullie wel gegevens, geld of gewoon informatie te geraken. Dat kan zowel van jouw privé zijn als van jullie organisatie, zoals de school. En nu vraag je misschien af van hoe komt het dan voor in de scholen? Zoals dat je hoogstwaarschijnlijk al hebt gezien in de media, het gebeurt eerst en vooral niet alleen maar in scholen. Phishing, dat blijft eigenlijk aan invloed winnen. Cybercriminaliteit in zijn totaliteit blijft aan invloed winnen. Je ziet jaarlijks een enorme toename. Wel, je hebt hier nog een cijfer van in 2019 van de Belgische politie. Dat zeggen dat er een toename is van 30%. Maar ik denk dat we gewoon ook al allemaal hier aanwezig meer en meer te maken krijgen met phishing-aanvallen. Een phishing-aanval dat gaat van een e-mail tot een sms'je die we hoogstwaarschijnlijk allemaal wel eens gekregen hebben. Als je dat gaat combineren met het feit van dat 90% van alle grote breaches worden veroorzaakt door menselijke fouten, dan heb je natuurlijk al een dodelijke combinatie. En dat is ook het feit dat wij hier willen aankaarten vandaag. Misschien dan ook, om niet helemaal negatief te laten eindigen, is dat we ook recent, wel dat er ook op politioneel vlak enorme vorderingen aan het worden zijn. Wel, het feit dat je ook al een maker hebt van phishing software die gearresteerd is enkele maanden geleden, je hebt er nu ook nog eentje gehad vorige maand in Nederland. En het zijn kleine wins, maar ja, zo zie je toch dat er op dat vlak ook vorderingen aan de gang zijn. Phishing in het onderwijs, hoe komt dat voor? Zoals dat Jan daarnet al enkele voorbeelden heeft aangehaald, zoals Universiteit Maastricht en het Atlas College in Genk, je ziet het meer en meer. In 2019 op 2020 zouden er, ook weer volgens de media, 24% meer aanvallen zijn geweest op scholen. En op zich geloof ik dat nummer zeer graag, maar ik denk dat dat nog een heel hard onderschat nummer is. Ik denk dat we allemaal hier ook wel weten dat er heel wat, niet alleen scholen, maar gewoon bedrijven zijn in de totaliteit,
dat zou een succesvolle aanval een beetje proberen verbergen, aangezien dat toch wel gepaard gaat met een grote impact, niet alleen op reputatievlak, maar ook gewoon, ja, als je als onderwijsinstelling iets rond security aanbiedt en je hebt het zelf voor, dat komt niet altijd heel goed over. Vandaar ligt dat altijd heel gevoelig. Een ander voorbeeldje dat we natuurlijk allemaal wel kennen, is dat van AP Hogeschool in Antwerpen. Het is ook goed in de media gekomen van dat ze weken hebben platgelegen door die cyberaanval. Dan is misschien al meteen jullie vraag van waarom gaan criminelen nu eigenlijk scholen targeten? Want de middelen zijn misschien toch wel beperkt en waarom zouden ze dat überhaupt doen? Wel, eigenlijk, het varieert van instelling tot instelling. Net zoals dat je verschillende categorieën hebt van scholen, van lager onderwijs naar middelbare school tot hoger onderwijs, die hebben allemaal op zich iets te bieden voor de criminelen. Lagere en middelbare scholen, het lijkt misschien dat dat niet zo'n belangrijke gegevens zijn voor sommige mensen, maar eigenlijk zijn het wel wel. Je hebt over enorm veel mensen, ook over potentieel toekomstige mensen dat in bedrijven belangrijke functies hebben, heb je heel veel informatie. En dat speelt daar allemaal een rol in. Je kan heel hard aan identiteitsfraude doen als je gewoon al van in het begin mee bent. En eigenlijk, het is vrij gelijkaardig bij hogescholen en universiteiten. Hogescholen en universiteiten, net zoals ik daarnet zei van AP Hogeschool, die worden ook constant getarget. En daar gebeurt het ook niet altijd van, als stel dat er een cyberaanval binnenkomt, dat het meteen in werking wordt gesteld. Denk maar aan die cyberaanval van de Universiteit Maastricht. De ransomware stond al maanden op hun systemen, alvorens dat er iets mee werd gedaan. Gewoon zodat ze zeker waren dat er ook hun backups geïncrypt waren. En dat dan uiteindelijk de universiteit een enorm bedrag heeft moeten neertellen om dat ongedaan te maken. In dit geval hebben we daar ook nog bij vermeld dat educatieve platformen uiteraard ook een doelwit zijn. Gelukkig beschermen die zichzelf heel goed. Aan die educatieve platformen denken we dan aan zoals Smart School, die ook hierbij aanwezig. Zij beschermen zich allemaal heel goed, maar dat zijn ook getroomwerde targets voor criminelen. En daarvoor zijn dingen zoals multifactor authentication uiteraard ook zeer belangrijk. Daarnaast heb je natuurlijk ook het feit van criminelen moeten zich daarom niet alleen maar targeten op scholen. Het kan ook gewoon een bredere aanval zijn dat in massa wordt verstuurd en dat toevallig bij een school terechtkomt. Je hebt het enkele jaren geleden ook gezien met WannaCry, dat dan eigenlijk ook een deel van de gezondheidszorg heeft platgelegd in Groot-Brittannië onder andere, maar ook op zoveel andere fronten een impact heeft gehad. Van gewone industrieën naar ook onderwijsinstellingen naar de gezondheidszorg. Misschien is dan ook meteen de vraag van wie laat er nu eigenlijk hackers binnen? Zoals ik daarnet al had aangehaald, 90% van die cybersecurity breaches worden veroorzaakt door menselijke fouten. Kan het dus eigenlijk gewoon door iedereen veroorzaakt worden? Hier zien we enkele voorbeelden van de administratie die bijvoorbeeld een zogezegde factuur binnenkrijgen en die dan potentieel betalen, tot de directie die nieuwe maatregelen binnenkrijgt. Je hebt er nu zoveel, dus het kan al zo rap gebeuren dat er is iets veranderd. Leerkrachten krijgen zoveel communicatie van leerlingen tot ouders en dergelijke meer. Leerlingen die zelf een toestel binnenbrengen. Je hebt zoveel verschillende facetten aan cybersecurity in onderwijsinstellingen, dat het zo rap kan gebeuren dat je met zoveel mensen bent dat er daar één iemand is een foutje van maakt en het dan potentieel de organisatie in gevaar brengt. Natuurlijk zijn wij als FISH zelf ook actief bij scholen en onderwijsinstellingen. En wat doen wij daarbij? Wij gaan eigenlijk scholen en hun medewerkers en leerlingen opleiden tegen phishing in zijn totaliteit, maar ook cyberawareness in zijn algemeenheid. Wat wij daarvoor doen, is eigenlijk een realistische test doen bij die scholen. En hier is nu een voorbeeldje van een Vlaamse schoolgroep. Potentieel zijn ze hier ook aanwezig. Wij hadden een phishingmail verstuurd naar 390 ontvangers van die schoolgroep. En daarvan hebben we er uiteindelijk 193 gevangen. Dus dat wil zeggen dat we bijna een phishingratio hadden van 50%. Dat potentieel dus eigenlijk gans de school en de organisatie in gevaar hebben gebracht. Ter vergelijking, in de privésector ligt dat aantal ook wel nog een stuk lager. Maar 50% is toch wel al een gigantische drempel. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een opvalgtraject, want dit is een nulmeting dat wij bij die scholen hebben gratis en voor niets uitgevoerd.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook het automatische gedeelte waar dat wij voor instaan, waar dat we dan ook hun eigenlijk mee gaan opleiden. En daaruit verzamelen wij enorm veel data. En dit is eigenlijk een grafiekje dat weergeeft van hoeveel procent van scholen op welke dag kwetsbaar zijn. Dus hier zie je dat op maandagochtend eigenlijk voor 26% van de phishing events, dus dat scholen zichzelf in gevaar stellen, gebeuren. En dan kan je dat zo gaan vergelijken naar andere dagen ook. Hier zie je dan ook bijvoorbeeld dat woensdag eigenlijk de tweede beste of slechtste, afhankelijk van uw insteek natuurlijk, dag is voor scholen. En dat kan je dan meteen al gaan linken aan het feit van woensdag namiddag, zoals nu, dan gaat er al iets meer op de computer worden gezeten, of op een gsm of op een mail, gewoon in zijn totaliteit, als op lesmomenten natuurlijk. En maandagochtend, ik denk dat ik daar niet veel uitleg bij moet geven. Ik denk dat we allemaal wel niet op ons beste zijn op maandagochtend. En dat merk je dus ook wel in de effectieve statistieken. En om daar nog iets dieper op in te gaan, hebben we ook die vergelijking eens gemaakt op vlak van uren. Dus hier zie je op de x-as zie je het uur per dag. En dan zie je het aantal events, in duizendtal weliswaar, van hoe dat gebeurt. Dus hier zie je ook wel effectief, vanaf dat eigenlijk de school begint, tot 's avonds laat, heb je een enorm risico en aantal events. Hier zie je bijvoorbeeld van, om 12 uur heb je de absolute piek. Hoe zal dat komen? Je hebt hoogstwaarschijnlijk heb je een middagpauze. Heel veel leerkrachten of leerlingen zitten op hun gsm, kijken eens naar hun mail. En dan is een foutje al rap gebeurd. Maar je ziet het eigenlijk ook nog altijd 's avonds laat. Aangezien dat er potentieel verbeterd wordt of dingen ingegeven worden, zijn er mee bezig. Jullie zijn hoogstwaarschijnlijk met zoveel dingen tegelijkertijd bezig, dat het al heel rap gebeurd is dat er zo'n foutje zich voordoet. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de impact van corona. Ik moet het jullie hoogstwaarschijnlijk ook weer niet vertellen. Je hebt een enorme impact van corona. Niet alleen heb je op persoonlijk vlak die onzekerheid, maar ook op professioneel vlak. Het feit dat je niet weet welke maatregel er nu is of wat de potentiële impact is. Je zag het nu ook met de buitenlandse varianten die in aanraking komen. Je ziet dat mensen daar heel gevoelig voor zijn. En dat merk je niet alleen op hun persoonlijk vlak, maar ook op gevoeligheden. Dus criminelen gaan op dit moment leerkrachten ook effectief of gewoon mensen of medewerkers van scholen targeten met dergelijke content. Hetzelfde met die tijdgevoeligheid. Criminelen weten heel goed, aangezien dat ze zelf normaal gezien ook wel allemaal op school hebben gezeten, weten heel goed van wanneer gaan leerkrachten daar nu het gevoeligste aan zijn. Ze versturen er zoveel duizenden naar hun. En ja, dan gebeurt ook weer zo'n foutje al gehad voor zo'n leerkracht. Wat ze ook uiteraard altijd gaan vragen is, als je een phishing mail krijgt, gaat die bijna altijd vragen van dat je heel snel iets moet doen. Ze gaan een soort van urgentie creëren, een valse urgentie weliswaar, bij die leerkrachten van, kijk, je moet nu dit doen of dat gaat er gebeuren. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar het speelt gewoon in op die mens. En eigenlijk ook een beetje hetzelfde van, vaak zijn mensen heel behulpzaam. Zij helpen heel graag andere mensen. En criminelen gaan daar ook wel echt op inspelen. Als je dat gaat combineren met die actievereist, dan kan het heel grap gebeuren. We merken dat zelfs bij de meest getrainde professionals, ook ICT-coördinatoren onder andere trouwens, gebeurt het al eens heel grap dat zo'n foutje voorvalt als een collega zogezegd vraagt om hulp met een bepaalde website en dergelijke meer. En daarnaast heb je dan ook nog de verwachtheid van een bericht. Een phishing-mail die gaat heel vaak onverwacht toekomen, aangezien dat zij een beetje uit het niets moeten gokken op basis van statistieken van hoe ga ik nu iemand targeten. Als je daar uw logisch verstand voor gaat gebruiken, wel, dan ga je die hoogstwaarschijnlijk al in 99% van de gevallen herkennen. En gaat een phishing-mail niets doen. Maar je moet er natuurlijk gewoon logisch over redeneren en daar ook zo op ingaan. Dan heb je natuurlijk nog onze eigen minister van Onderwijs, Ben Weitz. Het is een beetje raar dat ik dat nu vandaag vertel, gezien wat er vanmorgen gebeurd is met zijn Twitter. Maar die zit ook heel hard in op cyberveiligheid. Ik denk dat jullie dat ook wel allemaal weten, dat cyberveiligheid een van de belangrijkste zaken is in het onderwijs. Aangezien dat je al die persoonlijke en gewoon noodzakelijke informatie verzamelt en op één punt brengt. Het vormt dan ook wel een enorm risico naar de toekomst toe en daarom is het ook een van hun werkpunten om daar in de toekomst veel meer op in te zetten,
ook om met moderne oplossingen daarmee samen te werken. Dus ik denk dat dat grotendeels al mijn presentatie is. Zoals ik het zei, als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ja, alleszins al heel erg bedankt voor jullie aandacht. Zijn er geen vragen? Dank u wel, Arnoud. Ik ga nog heel eventjes wachten. Misschien dat er nog een aantal vragen zullen verschijnen. Ik zie niet meteen iets toekomen. Dat is dus een teken dat het heel duidelijk werd uitgelegd, Arnoud. Waarvoor dank. Geen probleem. Ik ga ook nog heel even tonen, als jullie de informatie die Arnoud net heeft verteld, graag eens rustig nalezen. Ze hebben een e-book geschreven dat op klassement gepubliceerd staat. Ik toon het hier even. Phishing in het onderwijs, waarom hackers scholen zo graag een lesje leren. Je kan het dus op klassement gaan raadplegen, het boek en volledig doornemen. En als je dat wil, kan je via jouw klassement-account dit ook gaan bewaren als favoriet. Nu, dat is sowieso iets dat ik ga doen vandaag. Alle materiaal dat vernoemd wordt en ook op klassement staat, verzamel ik in een favoriete map die ik op het einde van de webinar zal delen met jullie. Dat is een link waarop je dan klikt en dan bewaar je de map met favoriete leermiddelen meteen in jouw eigen account en kan je hem van daaruit ook verder aanvullen. Die map heet dan Safer Internet Day 2021. Dat is trouwens een tip voor als je met ICT op klassement gaat werken, of met klassement in het algemeen uiteraard. Werk met die favoriete mappen. Als je een leermiddel interessant vindt, kan je ze dus makkelijk bewaren en gaan delen met collega's door ze in een favoriete map te steken, die je dan uiteraard kan delen met collega's en andere personen. Ik zie ondertussen dat er wel nog een vraag is toegekomen van Luc, die vraagt of jullie kunnen uitleggen wat jullie precies doen in scholen. Zeker. Dus eigenlijk, Luc, wat dat wij concreet doen, is wij leiden wel medewerkers van scholen en ook leerlingen van scholen, zowel van lagere scholen, middelbare scholen of hoger onderwijs, op tegen wel phishing en cyberawareness in zijn totaliteit. We doen dat op een compleet automatische wijze, waarbij dat we gaan kijken van wie is nu zwak voor wat voor type cyberaanval. En daar gaan we dan ook op inspelen. En op die manier gaan we eigenlijk die medewerker niet alleen daar heel bewust van maken, maar gaan we die daar ook tegen opleiden en jullie school daartegen beschermen. We doen dat, zoals ik daarnet zei, op een automatische wijze. Dus dat wil zeggen dat jullie als ICT-coördinator daar eigenlijk geen manueel werk aan hebben. Het enige wat je gaat moeten doen is je ontvangers uploaden en daarna gewoon de rapportage nakijken. Ik zie hier ook nog dat er een andere vraag was van cijfers rond phishing. We kunnen die uiteraard ook nog delen. We zullen die hierna doorsturen naar Jan en dan kan hij ze ook op klassement zetten. En die kan je dan inderdaad verwerken in de les. Ja, dankjewel daarvoor, Arnoud. Oké, als er nog vragen zijn, zet ze gerust in de chat. Dan zal mijn collega Davy er ons zeker attent op maken. Terwijl hij ook het document doorstuurt dat klassement staat. Eventjes ook tonen, de presentatie is nu gedaan. We hebben een klein beetje marge voorzien voor vragenrondes die eventueel uitlopen. Uiteraard kan die marge ook genomen worden om snel een koffie te gaan halen. De volgende presentatie die begint om 20 voor 3. En dat is Bert Kouwenberg met een presentatie over
GDPR. Maar om toch even bij deze eerste presentatie te blijven hangen, toon ik jullie graag het e-book. Als je daarop gaat bladeren bij de getipte leermiddelen naar onder, dan is er ook wel nog een leuke oefening die iedereen wel eens kan maken nu. Ik zet de link ervan meteen ook in deze chat. Wie wil, kan het meteen eens uitproberen om te zien of een phishing-poging wordt herkend. Het is een oefening die op klassement staat. Herken jij een phishing-poging? Ik heb ze zelf gemaakt en ik moet toch zeggen dat ik daar ook bij één antwoord de mist ben ingegaan en dat ik de phishing-mail niet had herkend. Dus het is zeker een aanrader om nu even te proberen. Ondertussen laat ik de chat even openstaan en ben ik wel nog aanwezig. Dus als er vragen zijn, geen enkel probleem, zet ze maar in de chat. De volgende presentatie die start om 14:40 met Bert Kalmer. Om misschien nog kort even toe te voegen aan jou, Jan. Stel dat jullie ooit als school ook eens de oefening, de phishing-poging, willen wat praktisch in het werk zien. We bieden dat gratis en vrijblijvend aan voor school, dat jullie daar gewoon een inzicht over hebben. Dat je daar ziet van hoe dat jullie het effectief doen tegenover een professionele cyberaanval. En daar hangt niets aan voor onderwijsinstellingen. Dus dat, jullie krijgen daar gewoon een duidelijk rapport van over hoe dat jullie het doen tegenover andere instellingen in zijn totaliteit. Dat lijkt mij ook zeker interessant, Arnoud.